Deze week in Cultuur kijken we door de lens van beginnend fotografe Lara Bol. Zij fotografeert volgens de Homo Ludens-methode. Verder nemen we plaats in het atelier van Studio Hop. Paulien Hopmans is tassenmaker en maakt werk op maat. Daarnaast geeft ze ook workshops. Leuk dat je kijkt naar Cultuur. Beweging en bevriezing van die beweging vindt fotografe Lara Bol razend interessant. Ze portretteert skaters en surfers midden in hun actie, wat bijzondere beelden oplevert. Ik vind het leuk aan fotografie dat je bevriest een moment. En bijvoorbeeld met de onderwerpen waar ik nu mee bezig ben, vind ik het super interessant om een beweging te bevriezen en die vervolgens daarna te kunnen analyseren. En ik vind zelf een foto, dus een bevroren beeld, is eigenlijk heel erg interessant om naar te kijken als je het dus ergens neerlegt of hangt. Dan kan de kijker het ook analyseren en bekijken van, goh, wat zie ik nou eigenlijk? Ik vind bijvoorbeeld in het fotograferen van mensen of sporters of bewegende dansers heel erg interessant dat zij een beweging maken en dan dat ik hun fotografeer in een bepaalde compositie, bijvoorbeeld ook met lijnenspel. Maar dat kan ook hun lijnen in hun lichaam zijn. Dus als er een bepaald licht op hun spieren valt, dan zie je dus ook weer lijnen in hun lichaam. Dus dan heb je een heel erg breed lijnenspel, zeg maar. En daar vind ik het zo interessant dat het menselijk oog zoekt ook een soort van geometrische of esthetiek, of hoe noem je dat, een soort symmetrie of zo. Dus dat vind ik heel interessant om daarmee te spelen en ook in een beeld mee te spelen en te kijken van, goh, wat voelt goed om naar te kijken. Is een ontwerpmethode en dat betekent letterlijk de spelende mens. En dat is eigenlijk een ontwerpmethode die heel erg gebaseerd is op experimenten doen. Dus wat je dan eigenlijk doet, je begint gewoon en je bent niet bezig met is het mooi of is het niet mooi. Je bent gewoon bezig met ik doe iets vanuit mijn intuïtie, want iets zegt me dat ik dit moet doen. Bijvoorbeeld ik print dingen uit en ik ga knippen of ik ga gewoon fotograferen. Heel de tijd blijven klikken, dat kunnen zeg maar regels zijn die je zelf stelt binnen het ontwerpproces. En bijvoorbeeld, ik kan tegen mezelf zeggen, ik doe dit voor 2 uur lang. En dan pas, na die 2 uur, ga ik kijken van, oké, wat heb ik gedaan? En dan ga ik eigenlijk reflecteren op wat ik heb gemaakt en dan pas kijken van, oeh, kan ik hier iets mee? En dat is eigenlijk een soort spelenderwijs dat je aan het creëren bent. En dat laat mij er heel erg, wat het mij brengt is heel erg dat ik mijn perfectionisme kan loslaten en dat ik dus eigenlijk dingen creëer die ik niet kan bedenken. Omdat ik gewoon letterlijk aan het spelen ben en denk, oh, dat vind ik leuk, dit doe ik erbij. En dit doe ik ook. Dus zeg maar, je bedenkt het niet, maar je maakt het wel. Dus dat vind ik een heel interessante manier van ontwerpen eigenlijk. In mijn fotografie probeer ik wel een soort van expressie te laten overkomen. Dus omdat ik veel met mensen werk, zoek ik bij bij mijn geportretteerde al een expressie die heel erg misschien mysterieus is, maar toch ook uitnodigend voor de kijker om te ontdekken van wat zit hierachter of wat voel ik hier precies bij. Dus ik denk een bepaalde soort energie die het beeld afgeeft ook.
of die het beeld uitstraalt. Dat zoek ik eigenlijk wel in mijn fotografie. Dus ik denk dat dat wel een soort kenmerk ook kan zijn als je naar mijn foto's of beelden kijkt. In het algemeen vind ik het heel interessant om mensen een beeld te geven die ze nog niet echt eerder gezien hebben. Of een beeld dat ze denken van wow. Ook een soort van, ja, dat je niet per se je vinger erop kan leggen van oh, dit is het. Waarom ik het zo tof vind. Maar dat je eigenlijk als kijker moet gaan graven van oh, dit beeld spreekt me aan. En dat kan dus zijn bijvoorbeeld door mijn kleurgebruik of door mijn proberen die energie vast te leggen. Of de houdingen. Dus dat mensen echt gaan een beetje nadenken en graven ook bij zichzelf. En dat vind ik heel interessant dat het zeg maar met beelden kan. Wat ik mensen een beetje meestal wil meegeven is dat ze zelf ook een mening vormen na mijn beelden bijvoorbeeld. Maar ook dat ze eigenlijk iets hebben om naar te kijken wat een beetje bijna absurd is, abstract. Of dat ze het niet echt goed weten. Dat vind ik heel interessant, want dan gebeurt iets in het menselijk hoofd. Dan gaan ze zich vragen stellen. En dat is eigenlijk voor mij wat kunst ook wel, waar het eigenlijk voor goed voor is. Mensen gaan nadenken en mensen gaan zich dingen afvragen. En ook de logische vraag van vind ik dit nou mooi of niet? Vind ik dit kunst of niet? Maar ook misschien mensen die ook met kunst bezig zijn gaan zich afvragen van oh goh, hoe heeft diegene dit gemaakt? Of wat voor onderwerp is dit? Waar kijk ik naar? Ik vind dat heel interessant eigenlijk. Bij het Textielmuseum vinden we het atelier van Paulien Hopmans. Ze maakt allerlei lederwaren, zoals tassen en etuis, maar geeft ook workshops voor nieuwe makers. Het leuke van leer is dat je al heel snel, al binnen een halve dag kun je resultaat hebben als je met leer werkt door een tas of een etui. Het is heel mooi materiaal, je hoeft het eigenlijk alleen maar te snijden en te stikken en ja, je kunt al een heel mooi product maken. En in tegenstelling tot stof, wat toch heel, ja, dat moet afgewerkt worden, het rafelt, het is slap. Leer staat echt. Het is heel mooi. Mooi materiaal om mee te werken. Ik heb heel lang met textiel gewerkt. Ook een heel mooi materiaal, maar heel anders. En op een gegeven moment wilde ik iets heel anders gaan doen. Ik wilde sieraden gaan maken van zilver en goud. En daarvoor ging ik op bezoek bij een sieradenontwerper. Gewoon om te kijken van, god, hoe ga ik dat aanpakken? En dat bleek toch wel een traject van ja goed, je moet wel, hè, je moet ergens beginnen, je moet een cursusopleiding doen. En toen zei zijn vrouw, ik heb ook nog wel een leerstikmachine op zolder staan, misschien is dat ook leuk om te doen. En die werd dezelfde dag nog bij mij afgeleverd. En ik had een andere vriendin, die had een stuk leer en toen ben ik gewoon begonnen. Gewoon thuis. Ik ga gewoon een tas voor mezelf maken en dat pakte redelijk goed uit en ik kreeg eigenlijk meteen al verzoekjes uit de vriendenkring van god, kun je dat voor mij ook doen? En ja, zo is dat gaan rollen. Dus op een gegeven moment winkels gaan benaderen, willen jullie mijn tassen verkopen? Een betere machine gekocht. Toch maar cursussen gaan volgen na een tijdje, want het bleek toch wel handig te zijn om iets meer technische kennis in huis te hebben. Ik ben deze tas aan het maken. En hier ben ik het leer aan het snijden. En dat doe je heel voorzichtig met een Stanley mes. In de workshop werk ik altijd met zeg maar, kant-en-klare modellen en patronen. Dus ik weet dan ook waar de moeilijkheden zitten. En dat kan ik inmiddels toch wel vrij goed aanvoelen. Dus ook bij welke tas
moet je welk leer kiezen. Sommige modellen vragen om juist heel stevig leer, andere modellen juist om heel soepel leer. Dus dat, het is heel erg een kwestie van zoek het goede materiaal bij het goede model. En dan kan iedereen eigenlijk een hele mooie tas maken. Ik vind het ook heel leuk om les te geven. Het is, het leuke van de workshops geven vind ik dat mensen hier helemaal blanco binnenkomen. Sommigen hebben ook geen idee, die worden gewoon meegenomen door een vriendin of een moeder. En dat ze, ook al hebben ze niet speciale voorkennis, dat ze toch allemaal met een leuke tas naar huis gaan. En ik hoor ook vaak aan het eind van de dag van god, ik heb het zo leuk gehad. En het is zo lekker om alleen met je handen te werken, om even niet achter die laptop te zitten en gewoon een beetje aan prutsen. En ja, ik vind het echt heel leuk om dat proces te begeleiden. Ik heb er wel lol in. Ik ga nu het leer schalmen. Dat wil zeggen dat je het leer aan de randen wegsnijdt en wat dunner maakt. Dit is een mes, dat draait zo rond. Hier zit een steen, die draait zo rond. En wat er nu gebeurt is het volgende. Kijk, nu snij je eigenlijk een stukje van het leer af. En dan is het op de naden wat minder dik. Ik maak ook wel andere dingen hoor. Ik maak ook notitieboekjes en etuietjes. Een zweepje ben ik mee bezig met een cursist samen. Schorten is voor mij geen uitdaging. Dat vind ik gewoon, dat is gewoon een groot stuk leer uitsnijden en een paar riempjes eraan. En denk ja, dat vind ik eigenlijk zonde van het leer. Dus, maar op zich sta ik daar helemaal open voor, de andere dingen van leer. Maar ik vind het soms ook een beetje een rare combinatie. Ik denk, waarom zou je nou een lamp maken van leer of een vaas? Ik zie dan niet zo snel het verband tussen de eigenschappen van het product en wat je er dan van gaat maken. Voor mij is een tas is dan wel de eerste waar ik aan denk. Ja. Ik vind het zelf altijd heel fijn als je een tas hebt waar je gewoon 5 jaar mee kan doen, minstens. En dat die dan oud wordt, maar niet lelijk. Dus gewoon een beetje doorleeft. Ja, en dan heb je natuurlijk wel meer dan 1 tas nodig. Kijk, als ik naar de film ga, neem ik een andere tas mee dan als ik naar mijn werk ga. Dus ik heb wel een... Nou, hoeveel heb je er nodig? 3? Klein, middel, groot? Zoiets. En wat is dan kenmerkend voor een Studio Hop tas? Dus in waar kan je dat eigenlijk herkennen? Ze zijn heel basic, denk ik. Ja, basic van model. Geen frutsels, fratsels, niet te veel fournituren. Dus niet te veel gespjes en gedoe. Dus echt heel basic, mooie kwaliteit leer. Meestal gaat het zo dat ik ben niet iemand van, oh, ik ga zitten tekenen en dan bedenk ik iets. Meestal komt het vanuit een vraag van iemand. Van, ik wil een tas voor dit en dit en dit en dat moet erin kunnen. Dus dan ga ik vanuit dat idee ontwerpen. En wat ik heel vaak doe is een model wat ik al heb veranderen. Dus aanpassen,
andere maatvoering, toch een andere klep, toch een andere zus. Andere... Dus dan ga je steeds vanuit één model, maak je steeds weer nieuwe, krijg je steeds weer nieuwe ideeën. Ik heb ook gemerkt, je hoeft niet steeds te vernieuwen. Ik heb een tas, die heb ik al 10 jaar in de collectie en daar wordt nog steeds naar gevraagd. Van, oh ja, die vind ik toch het mooiste. Dus ik vind het verder ook niet zo heel, heel erg boeiend. Ja, hier komt straks zo'n gat in, daar komt die rits en dan ga je dit daar gewoon achter plakken. Mijn focus ligt toch gewoon bij het geven van workshops. Dat is eigenlijk wat ik het leukst vind. Ik heb het ook gemerkt tijdens corona, dat er heel veel behoefte aan is. Mensen vinden het heel fijn om even weg te kunnen en hier een dagje te kunnen verblijven, kunnen werken. Met hun moeder, met vriendinnen, mannen. Ik heb ook groepjes mannen die hier iets komen maken. En hiernaast hoop ik ook eigenlijk weer toch wat meer tijd te krijgen voor ook een eigen kleine collectie. En verder, ja, ik kijk eigenlijk gewoon wat er op mijn pad komt. En er komen steeds weer dingen langs, dus dat is heel leuk. We sluiten deze week af met een compilatie over Festival Kaapstad, dat afgelopen zomer in de stad plaatsvond. We'll be right back.
Tot zover de aflevering van deze week. Heb je iets gemist of wil je iets terugkijken? Check dan onze website omroeptilburg.nl. Vergeet ook niet je te abonneren op ons YouTube-kanaal en ons te volgen op social media. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.